Ik heb voor juist gekeken wat ik ben. Proficiat. Op een dag kwam er een kindje hier binnen die tegen mij zei tijdens het gesprek van juf, maar jij kan ook lachen. En ik dacht van ja, tuurlijk kan ik lachen. Ik lach heel veel. Jammer genoeg zag dat kind heel vaak de boze directeur. Was jij jarig? Ja. Ja, wanneer? Maandag. Maandag. En heb jij thuis gevierd? Zij mogen elke keer zelf een kaartje kiezen. Ik schrijf er gelukkig verjaardag op. Ik schrijf erop hoe oud ze worden en het aantal streepjes. Met die kaartjes hebben we eigenlijk een manier gevonden om ook op een andere manier de kinderen te zien, op een toffere manier. Het is uw laatste bij mij, hè? Ja. Ja, volgend jaar heb ik middelbaar. Het vraagt super weinig tijd. Twee, drie minuutjes om een kaartje te schrijven. Kind eventjes in de aandacht te zetten. Dat is de moeite waard. Wil jij een dikke knuffel van mij? Ja. Ja? Kom maar hier. Een hele gelukkige verjaardag, Mathis. Dank je.